Lindo. Hallo, ja. Waar zijn we? En we zijn nu in Plopsaland, alsof we hier nog nooit zijn geweest. En het is heel koud. Oh, ja, ik wil dat. We zijn natuurlijk aan de kust. En, we zijn natuurlijk aan de kust. Dat is het koud, hè, daarbij. Ja, altijd. Ah, de cameraploeg van K3 is er. We gaan nu vertrekken. Hey mooie dames. Hallo. Hebben jullie er zin in? Ja. Hoeveel zin? Zoveel zin. Kom. Stef, je haast hoor. Hey, ja. We moeten de rode loper halen. Oh ja. Loopt hij dan die rode loper? Oké. Ladies. Vandaag. Aan het stuur vandaag, het is... Kijken! Oh, ik kon het niet eens raden. Het is maar een simulatie. Marie, die voor de eerste keer... Maar ik zal even uitleggen. Ik heb ooit in een vlog gezegd... De eerste volgende keer dat we met z'n allen in de auto moeten zitten en ik mijn rijbewijs heb, dan zal ik rijden. En geloof het of niet, dit is die allereerste keer dat we met zo'n busje rijden. Bam. Dus, Chaka. En daar waren er ook wel. We gaan naar Plopsaland. Naar? De opening van het Prinsessia Kasteel. Daarmee dat ik een roze rokje aan heb. Ik dacht. Ik kan het niet zien. Ja, ik kan het wel niet zien. Ik dacht, YOLO prinsessen. Ik kan ook bijna een tiara aandoen, maar. Oh, ik heb er ook over gedacht. You're never too old to wear a tiara. Maar ik had het kroontje er net wat over gaan. Oh. Wil jullie de uitnodiging zien van Prinsessia? Ik ga het nu open doen. Ja. Marie mag niet binnen. Hé, wacht! Maar je moet je open doen, zo. Dat is echt. Oh, voorkant? Veel. Strictly personal. Royal invitation. Ella, ik ga open doen. Ja. Is het de bovenkant? Kan ik even zelf kijken. Ja. Oké. Ta-ta-ta-ta. Noortje vindt het mooi. Laat haar zien. Op mijn reis. We zijn aangekomen in Plopsaland en iedereen leeft nog, dus ik heb goed gereden. En hier is een schaatsbaan. Met een mooie boom. En nu vind ik Plopsaland op zijn best wel dat er overal lichtjes zijn en alles is mooi. En kijk de toren. Wauw. Maar nu gaan we door, want ik heb het heel koud. Ik heb ook koud. Ik ben trouwens aan het filmen. Dat is nieuw, hè? Is dit. De eerste stapjes in het kasteel. Ja, dit is de baas van Plopsaland. Oh, dag baas van Plopsaland. Marie, wat ben jij toch lief? Ben je wel gekomen? Maar wanneer gaan we een attractie bouwen van Ghost? Ja, we willen een attractie. Jullie moeten, iedereen die nu aan het kijken is, moet op Twitter en op YouTube en op Facebook. En dan maak een Facebookpagina, wij willen een attractie. Iedereen moet massaal beginnen. Ik zal straks eventjes de mening vragen van de zaal in mijn speechje. Ja. En als de zaal zeer enthousiast reageert, dan kunnen we dat doorsturen naar de bevoegde aandeelhouders. En ik vind het een top idee. Alright. Top idee. Voilà, ik had de magische doordeur. De magische deur door. Wees niet met de prinses. Ah, bedankt. Ah, ik vind het zo goed. Wauw. We'll be right back.
trap. Het hangt op zo'n nieuw. Moeten we naar links of naar rechts? Oh, hier zijn de prinsesjes. Dit hangen ze. Oh, kijk! Dat wij de enige zijn die dat zo een beetje triestig zijn over het feit dat we geen eigen attractie of iets in ons thema krijgen. Maar zelf is Steve ook heel grote voorstander. Dus hij hoopt eigenlijk stiekem ook allemaal dat jullie super hard gaan juichen nu. Dus wie is er voorstander van een attractie of een constructief thema? In een van de Mozartparken. Dus ook als de twee prinsessen dat ook goed vinden, dat Loosbroek op termijn een attractie krijgt, zeker. Dan gaan we dat zeker doen. Wij zijn het er wel mee eens, hè? Ja, vind ik ook. Go, go, truckers. Fijn. Dan kan ik één keer u allemaal nog smakelijk eten wensen. Geniet een beetje van de muziek. Straks hebben we ook nog een kleine verrassing voorzien. En maak er een heel toffe avond van. En misschien, wie weet, op de opening van de eerste Ghostrockers-attractie in het Hofsalaam. De baas. Van de groep, want zij wilden heel graag met Maya en Plop en Wiki nog op de foto, zoals je daar kan zien. Is wat vuil. Oei, ja. Ja, je bent helemaal vies. Er zitten blaasjes op. Is daar nog zo plasticje over die camera? Nee, dat zijn vlekjes. Het zijn gewoon vlekjes. Wie spuwt er? Wout. Kun je dat met je hemd niet? Ja, ik kan dat met mijn hemd wel. Zijn dat gewoon vlekjes? Ja. Het is wel een leuk beeld. Mijn haar hangt aan uw mouw ook nog. Beter dan dat? Flawless, absoluut niet. Wat zijn we aan het zeggen? Nee, we zijn de camera aan het proper maken. Ja, anders krijgen we zo lensflerkjes. Voilà. Al beter. Ready.